Koen en ik staan in de altijd prachtige Alblasser Waard en we gaan ons vandaag storten op een hele enerverende boerensport. Dus dat belooft wat. Wat gaan we doen vandaag? Nou, jullie zijn te gast op onze melkveebedrijven en we gaan een potje boerengolven in het weiland. Een boerenversie van de golf, van de echte golfbaan. Nu is Sjoerd niet zo sportief, weet ik uit eigen ervaring. Wil jij scheids zijn, Margot? Ik wil wel scheids zijn, ja. Kop of munt dan? Helemaal niet, ik begin. Ja, die zit er toch niet in, of wel? Nee, maar wel in de richting. Yes. Ja! De winnaar! Ja, de winnaar van één hol. Hij heeft geen kracht, hè? Geen kracht. Nee. Weinig techniek. Mm-hmm. Wat is het hier toch mooi, hè, Margot? Prachtig. Geweldig, hè? Ja, vind ik ook. Geniet er gewoon. Beetje jammer alleen dat Koen, dat we dat geklum op een Koen aan moeten zien. Zo! Oh. Nee, joh! Oh. Had je die? Nee! Ja! Ja. Dit is echt mazzel. Mazzel. Hoe hoor je dat? We starten maar wat weer. Is hier de handicap? Wat is de handicap? What the fuck? Ja, een lui oog in jouw geval. Dat boerengolf, doe je dat nou als extra erbij om wat bij te verdienen of vind je omdat je het leuk vindt? Beide. En nu is het gelijk, dus het is nog een soort spannend. En nu moet ik via... Ja. Via zijn bal? Ja, of de andere kant zijn, ja. Nee, dat gaat niet. Verdomme, wat was dat? Jij denkt 109, daar moet je dan 9 keer over doen. Schiet nou maar op. Oké, komt-ie. Sjoerd, was het leuk? Ja, het was heel leuk. Ja. Het is alleen leuker als je wint. Wat moet de verliezer doen, nu? Ja, dat is een lastige. Moet ik dat verzinnen? Trekt het zo slecht, dit. Yeah. Ja, en Nora. Ja. Nee, er komt niks meer uit. Weet je wel zeker dat dit een vrouwtje is?